Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it... Zijn we weer weg? Hoort hier net Bart. Tractor met sneeuwkettingen, want het sneeuwt volle bak. Maar wij gaan toeskiën. Op de berg is het ongeveer min 11 graden. Dus vandaag een laagje extra aan en we gaan kijken als dat goed komt. Normaal gezien wel. Het is een iets kortere tocht. 6,5 kilometers omhoog, 1000 hoogtemeters of zoiets. En we kijken wel hoe ver we komen, we kunnen altijd terugdraaien. We hebben op je maxje gedaan deze ochtend, want het is al 9:30. Maar dat was wel even nodig, want... And the fire is slowly dying, and my tears are still crying. But as long as you love me so, let it snow and snow. Lekker sneeuw. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, that's lekker, is Jan. Still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Nu zijn we dus nog altijd onderweg naar het beginpunt van onze tour. En dat is, hola, je kunt het niet veel zien, nog een zestal minuutjes de berg pas op. En daar gaat denk ik dan een parking zijn, als ik me niet vergis. Laten we hopen. Ja, en van daaruit gaan we dan beginnen stappen. Door het dal, hè? Door het dal eerst een stuk. En dan een flank naar rechts en dan langs de achterkant van de berg omhoog. Dus ja, we shall see. Yeah, let's go! Hier staan we geparkeerd. Ik denk dat we straks de kettingen mogen opleggen. Om helemaal de pas naar beneden te rijden. Maar ja, dat is deel van het avontuur. Hè. Het is sowieso prachtig. Echt magisch eigenlijk, hè, de sneeuw. Als je dat bekijkt. Dat is toch magisch. Daar. Een mooie piek. Hier word ik zo blij van. Lichtelijk aan de afzien hier. Het is wel echt mooi en stil. En een huisje. Even schuilen en dan de laatste 2 kilometer naar boven. Gaan we naar de Valzimvensterjoch. Schlappiner. De Schlappinerjoch. Nog 1 stunde, 1 uur, ja. De camera ziet je evenveel als een dicht. Het is mistig, jongens. Mistig, het sneeuwt. Avontuur is dit, hè. Ja, het is weer eens wat anders, hè. It is what it is. Hè? Amen. Hong. Lasse, klein accidentje. De route verkeerd ingeschat. Stonden we ineens in een rivier. Hier, ik weet niet of je iets kunt zien op de camera. Daar beneden is een rivier waar we net nog in zaten. Nu zijn we aan het stijgen. Het is gigantisch goed gesneeuwd. Ik denk toch echt 20, 25 centimeter, dus dat voelt je wel. Hier gaan we dan omhoog gaan. En achter die grote rots hier gaan we de bergen in. Dus, let's go. Ja, maat. En nu rustig dat je er niet in schuift. Hoppa! That's how we do it. Lasse, hier hebben we beslist. Hier gaan we afdalen. Of ja, hier. Ik zie zelf niet echt nog niet waar, want het is allemaal wit. Hier gaan we proberen naar beneden te gaan. Maat, kijk die berg langs ons. Oh, wow. Die had ik nog niet eens gezien. We zitten hier gewoon tussen 2 huge bergen en we hebben dat niet door. Take it higher, higher. If you hear you get in my way, then you just a liar, liar. Even your mates ask me.
terug aan de auto. Gaan we een goede half liter drinken. En een pizza kunnen eten misschien. All good for me. Is goed, ja. Dik is niet uit. Vandaag op de menu. Peperoonsausje. Met verse salade. Verse salade, rechts. Ik ben de hele avond bezig geweest met die in sterretjes te snijden. Ja, en twee mooie stukjes sappige biefstuk. Miauw. Santé. Smakelijk. Laatste avondmaal. 1 hour later. Spatten! Wee. Ga die saus bentje brengen. Probeert de mensen rustig zijn steek op te eten. Zitten ze daar non de jus over te geven? Echt, die Oostenrijkers kunnen toch niet drinken? Oef, daar gaat ze weer. Wel leuk, gewoon uit het raam hier. Kan ik een beetje spy? Degene die op haar knieën zit, met een staartje gebonden. Dat is ze. Man, niks gewend hier, hè. Ze moeten daar blijven, zeggen ze. Die zijn zo lam als iets. Doei! Hoppakee, spatmuts terug op. Dat kan toch niet? Spatje leggen en door. Hoppa! Het is hier uit de hand aan het lopen in Montafon. Kotsende meisjes, flikken, politie, laten we het zo zeggen. Er is hier net een jongeman schreeuwend weglopen. Geen idee wat er gebeurd is, maar de politie zet zijn mondmasker op. U hebt live commentaar van Thomas de Wie. Jan zit langs mij voor mental support. Aangezien het nog wel eens kan uitlopen tot een zeer gevaarlijke... Oela. Oh, een slippende auto die voorbij komt. Oeh, het gaat hier helemaal mee. Oh, er wordt gevochten, denk ik. Oh, politie haast zich naar binnen. Prachtige beelden dit. Prachtig. Toch eens, dat is hier precies de Vennestraat. We zijn precies in Genk. Ik voel me helemaal thuis. Hé, we zijn helemaal thuis. Je kunt drinken, maar je moet niet overdrijven. Nee Jan, ik geef u volledig gelijk. Dat is dat weer aanstellen. Ik maak ook nooit ruzie als ik drink. Drinken, kotsen en dan daarna blijten als ik drink. Je moet drinken, kotsen en doorgaan. Papa Jan zou het niet waar zijn geweest. Nee. Voilà, en zo zitten we hier dan rustig te dineren. Ja, ik kan over het eindje een beetje lopen. Rustig, ja, we zijn hier een live view. Er is meer sfeer buiten dan binnen. Hela. We zitten hier rustig gezellig te dineren en ja, dan krijg je zo'n spektakel te zien. Ah, titel. Ik weet het niet. Kunt je zeggen iets spectaculairs van de eerste dag? Eigenlijk, hoe was de eerste dag initiatie toerski? Ja, maar ja, als je dat ziet, klik je daarop. Nee. Dat is altijd het ding van, je moet denken... Waar klikken mensen op? Toerskiën met bergjes, hamels en Montafon. Dat is heel slecht. Toerskiën gaat fout. Dat is toch niks fout? Nee, daarom. Laatste avond in Monta. Hotel Velbermeier. Niet gesponsord, maar ja, ik dacht, ik zeg het even. Omdat we zijn mogen gaan zwemmen. Voilà, we zijn mogen gaan zwemmen, helemaal. Normaal mag dat niet, want we zitten hier in een brakkerig. Een nederig stulpje. Dus ja, oké. Okay. Genoeg raadspromotie. Het was super plezant, denk ik. Hè? Huh? Jan, die is de kaars is uit. Ja. Ik heb net nog de video geüpload. Over de allereerste dag toerskiën. Tegen dat dit online komt, hebben jullie het hele avontuur kunnen zien. Of kunt je het nu terugkijken. Ik vond het heel leerrijk en plezant. En op naar het volgende. Goed. Sapel. Maak er een mooie dag van. Nacht, dag, wanneer je dit kijkt. Dag vloggertjes. Dag vloggertjes. Dag.